In 2003 wordt Alex, nadat hij heeft hardgelopen op de postbank, dood aangetroffen in een uitgebrande auto. Alex, dood? Ik kon wel door de grond heen zakken. Ik zei, dat kan niet. Het is een klap in je gezicht. Je wordt er op slag beroerd van. 8 jaar na dato tast de familie nog steeds in het duister over wat er die dag is gebeurd. Wat kan er nou gebeurd zijn? Als het dat niet is, dan moet het dat zijn. Of mijn jongste broertje uit Drempt is vermoord. Mag ik even weten wie dat gedaan heeft? Ik kom ook vaak langs de plek nog. Buig ik me eventjes en dan sla ik even een kruisje en dan denk ik toch even weer aan Alex. Ieder jaar wordt er een memorialloop gehouden op de postbank. Mensen zeggen wel eens van, je bent te fanatiek, laat het nou eens los. Maar dat kan ik niet loslaten. Het drama van de moord op de postbank. Maandag bij RKK op Nederland 1.